ASMR video. Ik zit vandaag in een andere locatie. Ik zit in ons tuinhuis. Ik wilde gewoon eens een andere setting doen. En je hoort een beetje vogeltjes. Ik weet niet of je het hoort tot hier. Allee, via de microfoon. Maar ik dacht, dat is misschien nog wel een toffe achtergrond. Luisteren naar een geluid of ja, een te pijn.
zei, ik heb het ineens even vertaald, ze zei, er was een schietpartij in mijn huis en ik weet niet wie er nog leeft. Daarna vertelde ze wie ze was en haar adres. En dan vervolgens zei ze nog, ik ga dit wel eventjes zeggen hoe dat ze het echt zei in het Engels, zodat je exact weet wat dat ze zei en dat het ja, nog iets harder binnenkomt, want in het Nederlands gaat soms een beetje verloren. Dus dan zei ze, my parents are Michelle Conrad and Brian Conrad. My mom is pregnant and my brother is in high school. Please, can you just send somebody out here? I think I am the only one. I think I am the only one alive. I am 10 years old and I don't know what to do. I am scared. I so hope my mom is not dead. I want my mommy. I want my mom. Zo erg, mij. Dan ondertussen was King, dus de moordenaar, naar El Paso gereden, de grens met Mexico overgestoken en dan wat had hij om een of andere reden besloten om terug te keren. Daar werd hij gelukkig vastgehouden door agenten van de Amerikaanse grenspolitie die wapens in zijn auto hadden gevonden. Nadat ze dus zijn vingerafdrukken van hem hadden afgenomen en zijn dossier hadden opgevraagd, zagen ze dat hij dus gezocht werd voor ondervraging over enkele schietpartijen in zowel Missouri als Pampa. King bekende dat hij boos was geworden omdat zijn vader hem uit het huis in Missouri had geschopt. En dat hij dan zo boos was dat hij had besloten om mensen neer te schieten. Dus dat is echt... ja, ziek gewoon. Pampa, terug toen de hulpdiensten aankwamen bij het huis van Robin, stond ze dus nog steeds op de oprit. Ze was gekleed in een paarse pyjama, versierd met ijsberen en witte Nike sokken met paarse ringen rond de bovenkant. Ze vertelde dat er zoveel geweerschoten waren en dat ze haar mama had horen gillen. Dan, in 2014, ongeveer 10 jaar later, wanneer Robin dus 19 jaar oud was, vroeg een journaliste, denk ik, zoiets in stijl, zich af hoe dat het eigenlijk met haar was en ze is beginnen haar te zoeken. Ze ontdekte dat Robin nog steeds in Pampa woonde, wat ze heel erg gek vond aangezien ze daar zoveel ja, had meegemaakt. Maar Robin was geen meisje dat wilde weglopen. Dus de journaliste nam contact op met haar en Robin vertelde haar dat ze geen geweldige verhalen voor haar zou hebben, want dat ze eigenlijk probeerde om een normale tiener te zijn en niet anders dan wie dan ook. Ze wilde niet graag praten over wat er gebeurd was. Ze vertelde wel hoe dat haar leven er momenteel uitzag. Ze woonde bij haar biologische vader en zijn nieuwe vrouw, net buiten Pampa. Want haar ouders waren dus gescheiden toen ze een peuter was en die Brian was dus haar stiefvader. Elke keer als ze dan met haar vader ergens naartoe ging, dan bukte ze zich, zodat mensen haar niet zouden herkennen, want iedereen die wist daar van de schietpartij, omdat Pampa niet zo'n heel groot... Allee, omdat eigenlijk in Pampa dat het grootste was dat in decennia overkomen was. Allee, in overkomen was. Zit hier een beest binnen. Ze is dus na die schietpartij een paar maanden niet naar school geweest. En toen ze terugging, wisten ook de andere kinderen niet wat ze tegen haar moesten zeggen. Ze voelde zich eigenlijk een soort van freak, zo zei ze zelf, maar probeerde steeds om nooit te huilen. Dit deed ze omdat als ze dacht dat ze, alsof dat ze deed dat er niks was gebeurd, dat dit beter zou zijn. Dus ze probeerde heel dapper te zijn als andere mensen in de buurt waren. Ze zei altijd dat alles goed met haar was. Toen ze dan naar de middelbare school ging, trok Robin in bij een tante omdat hij meer tijd had om voor haar te zorgen. Ondertussen was ze ook een kroongetuige in het proces van Levy King. Robin onderging maandenlange therapie, maar hier stond ze eigenlijk niet echt voor open. Ze wilde de touwtjes in eigen handen nemen. Ten tijde van het proces in 2009, toen Robin 15 jaar was ongeveer, moest zij niet echt aanwezig zijn, maar op het proces zelf, maar ze stond er toch op om echt te willen gaan. Ze was 15 jaar toen, hè. Tijdens het proces vertelde ze dus over de gebeurtenissen van de moord en ze nam alle
gaan slapen. Toen begon ze te huilen en is ze de rechtszaal uitgelopen. Het was eigenlijk de eerste keer sinds de schietpartijen in 5 jaar tijd dus, dat ze echt heel hevig had geweend. King werd dan veroordeeld tot levenslang. Hij had blijkbaar bijna de doodstraf gekregen, maar iemand uit de jury was tegen de doodstraf voor hem. En het moest dus een unanieme beslissing zijn. Zeggen had. Dus nadat King was veroordeeld tot levenslang, nam Robin het standpunt in om de impactverklaring van een slachtoffer af te leggen. En dit is eigenlijk een verklaring waarin dan het slachtoffer de impact van de gebeurtenissen verklaart. En op die moment kwam ze dus terug oog in oog te staan met King. En ze keek hem weer recht aan en ze vertelde hem dat ze hem vergaf, dat ze hem had vergeven. En zo hoopte ze eigenlijk dat hij ook ooit om vergeving zou vragen. Op die moment hield King zijn hoofd gebogen en keek hij de tiener niet aan. Hij kon tiener niet aankijken op dat moment. Achteraf vertelde Robin dat ze eigenlijk niet zo goed wist waarom ze hem had verteld om dat ze hem vergaf. Ze denkt dat ze eigenlijk gewoon wilde dat hij wist dat ze haar leven niet door hem zou laten verpesten. En dat ze hem niet het beste van zichzelf zou laten wegnemen. Ze wilde dat hij wist dat haar leven nog steeds goed zou blijken te zijn, ongeacht de vreselijke gebeurtenissen die hij, haar en haar familie had aangedaan. Dus dan na het proces probeerde ze dus om een gewone tiener te zijn. Ze werd cheerleader op de Pampa High School. Ze speelde in het meisjesbasketbalteam. Ze werkte in de zomer als student in het plaatselijke waterpretpark. Waar ze ooit zelfs een klein jongetje redde die aan het verdrinken was. Ze kreeg €10.000 van een inzamelactie dat opgesteld was door de sheriffs en de politieagenten die aan haar zaak werkten, zodat ze naar school zou kunnen gaan om verder te studeren. En dan tijdens het interview van die journalist werd haar ook de vraag gesteld hoe vaak ze eigenlijk nog terugdacht aan die nacht. En ze vertelde toen dat ze probeerde om er niet aan te denken, maar dat ze nog steeds nachtmerries heeft van beschoten te worden. Ze droomt ervan om dingen te doen met haar moeder, met haar broer te praten. Ze droomt over haar hond Molly en ze vraagt zich regelmatig af wat zij meer had kunnen doen om dit tegen te houden. Over het algemeen probeert ze dit echt los te laten en verder te gaan met haar leven. Ze wilde heel graag verpleegster worden en kinderen die gewond zijn helpen. En op het einde van het interview vertelt ze nog: I just wish I could tell my mom that I'm going to be a nurse. I think she would like that a lot. Dan heb ik ook nog proberen op te zoeken wat ze op dit moment doet met haar leven, want 2005 is ondertussen wel ver weg. En toen dat interview was ook maar 10 jaar later, dus 2015 zoiets. Dus ja, nu wil ik weten wat ze dan nu doet, nu 20 jaar later ongeveer. En dus of ze echt een verpleegster is geworden of niet, maar dat kon ik niet terugvinden. Ik vond wel een interview dat CBS News een aantal jaar geleden had afgenomen of had geplaatst, waar haar laatste woorden daar waren in functie van toekomstperspectief enzovoort. En ze zegt dit, ze ook weer in het Engels even zeggen. Dus ze zegt: I could honestly not tell you why I was left. Why I was the only one that survived. Maybe if I get married one day and have kids, if it's to help my kids get through life or help other people in the world. I don't know. I don't know what my purpose is, but it's gonna be great when it comes. Voilà, daarmee wil ik eigenlijk de true crime case afsluiten. Het is echt een super tristig en verschrikkelijk verhaal, vind ik. Ik vind ook echt dat die Robin Doan zo'n onwaarschijnlijk sterke vrouw is. Ik was ook op het moment dat ik dit allemaal aan het schrijven was en dan zo mee haar, want ik heb iets minder gefocust op de zaak zelf en meer op hoe daar Robin in haar leven verder zit. En dan met quotes van haar en zo. Maar op het moment dat ik dat allemaal aan het voorbereiden was en mij daarin aan het verdiepen was ik ook echt zo heel emotioneel. En nu ook, als je zo die quotes leest,
is zo van, dat ze zegt, it's gonna be great when it comes, zo, zo sterk, dat is echt zo mooi, allee, ja, mooi, ja, zo mooi, dat ze zo wilt voortgaan met haar leven en zo haar best doet. Zeker dan door de dingen dat ze dan zegt en zo. Het is echt een verschrikkelijk verhaal. Ik vind het echt charme. Ze heeft haar papa dan nog wel, maar hoe dat het artikel ging, heeft ze daar precies een iets minder goede band mee. Want dan is ze bij haar tante gaan wonen. Ja, voilà. Dat was dus de zaak van Robin Doon. En hoe dat zij het leven terug heeft proberen op te pakken. Ja, echt zot. Hoe dat zij ook die moordenaar dan even haar familie gewoon in de ogen durft te kijken. Dat zou ik zelfs al niet, ik weet het niet, zelfs niet durven of zo. Maar ja, oei. Ja. Dus ja, voilà. Dat was het eigenlijk zo'n beetje. Ik ga hiermee afsluiten.